3, 2, 1, hier gaan we. Oh my god. Echt super gaaf. Dank voor het. Nice. Lekker. Nu zitten we al op 10. Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Raps of the Week. En de Raps of the Week van deze week wordt u aangeboden door Neon District. Deze week werken we de bumpers nog af van deze prachtige Arlon blauw aluminium. Super vet, was onze giveaway, gaat er dik uitzien. We zijn deze mini volledig aan het rappen in een satin black Orion ding. Gaat er ook mega dik uitzien en zo doen we er 3. Niet allemaal minis, maar er komen er verschillende achter elkaar binnen. Dus dat gaat ook vet zijn. De X5 krijgt een volledige lakbescherming. Dus die gaat als nieuw blijven. We werken de GSWF Black Amethyst af. Toch altijd wel een mond vol. Maar dus is al minder en minder wit te zien. Nog 2 bumpertjes en de volledige A-stijl rond het raam. En dan heeft hij zijn volledige transformatie gekregen. Dan hebben we nog lakbescherming op de i8 en een Mercedes A-klasse. En nog 2 dikke kleurveranderingen op deze 2 dikke SUV's. De Range Rover Sport gaat naar Silky Satin Black en Deep Matte Black voor de Defender. Dus blijf zeker even kijken hoe dat deze week allemaal verloopt. En zondag gaan we ook nog naar een Curbstone GT Tour. Check out the Raps of the Week. Pakketje binnengekregen, beter gezegd van Neon District. Stel op dat het breekbaar is, ik denk dat ik weet dat het is, want we hadden een custom design doorgestuurd. Als het goed beschermd is, dan weten we dat dit belangrijk is. Prachtig, custom neon sign. Woehoe. Ziet er al netjes uit en ik denk dat het nog veel cooler was zijn als we dat aansteken. Alle draden zijn aangesloten. Alsjeblieft, dankjewel. Fuck average, be legendary, omdat we natuurlijk alles behalve normaal zijn. Neon District maakt de coolste custom LED neon signs en hebben ons uiteraard ook voorzien met deze prachtige fuck average, be legendary neon sign. En we hebben speciaal voor jullie ook een kortingscode. Heb jij zelf ook graag zo'n custom LED neon sign? Surf dan naar neondistrict.eu en geef de discountcode BC met hoofdletters Signature 5 in voor 5% korting op jouw volgende bestelling bij Neon District.
Hoi, ik ben Sharene. Ik ben de prepper slash rapper en ik ga jullie een midweek update geven. Hier hebben we de mini, die is bijna helemaal klaar. Tom is nog bezig met de laatste dingetjes om af te werken. Dan hebben we de giveaway BHW, die moeten de bumpers nog gedaan worden. Dan hebben we de Audi A6, daar komt een custom print op, daar zijn we nou ook pas aan begonnen. Dan hebben we de Range Rover, de wielen zijn eraf, die komen in een ander kleurtje en de Range Rover zelf ook. Deze Porsche Spyder is een plak met GSWF, die wordt vanavond in elkaar gezet. Blijf zeker kijken naar het eindresultaat van deze. Dan hebben we de BMW X5. Die wordt helemaal geplakt met Xpel Ultimate Plus. Daar zijn we dan ook aan begonnen. Hier hebben we de Mercedes A-klasse. Daar is Nathan nu nog een paar check-ups aan het doen. Dus blijf zeker kijken. Die camera's hè, en dat flesje hè, dat is precies een gezichtje. Echt super gaaf. Dank voor nice. Om de team look te finaliseren hebben we deze Audi A6 van BM Motorsport ook helemaal in de corporate identity gestoken. Dus na de grote sprinter of wat was dat? Crafter, na de grote Crafter en ook de Brian James trailer die erachter komt, volledig in dezelfde look.
hebben we iets unieks uitgewerkt voor de Audi A6. Belangrijk was dat het niet echt een reclameauto werd, dus dat de logo's er niet heel groot opkomen, maar dat de look en feel van het team wel helemaal terug te vinden was in de wrap. Dus we zijn gestart met een super agressieve zwarte snuit, met dan de blauwe accenten en de donuts, oftewel de Circle of Race van BE Motorsport, op de motorcap subtiel in het grijs. En dan gaan we volledig om naar het blauw achteraan. Met, vind ik, een van de subtielste accenten ever. Super nice. BE Motorsport geprint in exact dezelfde kleur, maar glanzend afgewerkt. Zowel op de zijflank als achteraan. Heel subtiel, maar heel classy. Komt dat helemaal mooi tot zijn recht. Volledig mat gelamineerd voor een super stoere look. Ja, voor de rest ziet het er gewoon bangelijk uit en we laten zeker ook nog even beeld zien bij alle andere voertuigen. Ben je echt super goed. Ondertussen is onze giveaway wrap bijna helemaal ready. Het zijn echt de final details. Dus we zijn nog een beetje glanzend zwart in de diffuser vooraan aan het steken. Dat breekt mooi, geeft ook een leuk accentje. Alle koetswerkonderdelen en klinken zijn gerapt. Tom is momenteel de spiegels aan het rappen. En die doen we niet gewoon in het glanzend zwart, maar in het glanzendste zwart dat we hebben. En dat is de X-Pel Black. Dus dat is de PPF-folie, lakbescherming, maar dan gekleurde folie in het zwart in dit geval. Dan gaan die niet alleen super zwart blijven en dat matcht natuurlijk de diffuser vooraan. Maar die gaan ook niet bekrast worden, want dat is zelfhelend. Dus de krassen verdwijnen vanzelf. Dus Chloe krijgt een serieuze upgrade op haar spiegels. Voor de rest ziet dat er al super vet uit. We hebben ook een 3D logo achteraan. Nou, final details en die is klaar voor te leveren. De BE Motorsport staat te wachten op afhaling. Die is helemaal ready. Hier zijn de velgjes al binnengebracht en je krijgt volgende week ook een andere kleur. Dan hebben we de GSWF die klaar staat voor de check-up en finale montage. Die gaat morgen geleverd worden. De full X-Pel op een X5 is aan het uitdrogen, zodat die ook dinsdag kan afgewerkt worden. En dan hebben we voor Intervest, dus die Mini is geleverd en krijgen we nu dezelfde Orion Black op deze Mercedes C-klasse, zodat die ook allemaal dezelfde look krijgen. Na het afleveren van Chloe haar BMW 1 gaan we... sorry? In de Porsche GSWF. Na het afleveren van die twee prachtige wraps gaan we dit weekend ook nog naar Curbstone voor de laatste GT-tour van het jaar, de Curbstone Brussels, met meer dan 90 supercars. Dus blijf zeker kijken. Dit is letterlijk de toekomst van car wrapping. Een full color change wrap, maar niet in de gewone 3M of Avery materialen, maar in de nieuwe GSWF PPF gekleurde folies. Niet alleen heeft dat een ongelooflijke diepe glans, glanst eigenlijk zelfs denk ik nog mooier dan een gespoten wagen, is ook zelfhelend. Krassen verdwijnen vanzelf, dat kennen we al van onze X-Pel folies, maar dus nu ook meteen verkrijgbaar in een kleurfolie. Beschikbaar in metallic, in gewoon glanzend, in satijn en matte kleuren. 26 kleuren in totaal en maar liefst 12 jaar garantie. Het resultaat is gewoon fenomenaal. Dat was een witte spider en die is nu helemaal gewrapt in dark amethyst. Dus een heel donker ja, zwart met een paars metallic effect in. Alle hoekjes en kantjes zijn meegewrapt, want de folie is veel soepelder. Dus een hele soepele PPF waar we echt zeer ver en zeer mooi met kunnen afwerken. Het resultaat spreekt denk ik voor zich. Dit is een compleet getransformeerde Porsche Spyder. Daarnaast hebben we ook de velgjes gepoedercoat en hebben we nog een X-Pel Fusion Ceramic
coating erop gezet, zodat de volledige wrap ook water- en vuilafstotend is en deze Porsche Spyder super gemakkelijk proper te houden is. We wensen de eigenaar alvast ontzettend veel rijplezier en veilige kilometers in deze prachtige black amethyst metallic Porsche Spyder. We zijn er helemaal klaar voor. Chloe is aanwezig en het wordt tijd om haar nieuw gerapte wagen te onthullen. De giveaway. Chloe heeft dat gewonnen hier bij BC Signature. En nu is het moment aangebroken. Chloe, zijn we er helemaal klaar voor? Of wil je graag nog een paar uurtjes wachten? Nee. Mag het er gebeuren? Maar af. Voilà, dan gaan we even onze Victor erbij halen en dan gaan we uw wagen onthullen. 3, 2, 1, hier gaan we. Oh my god. Dank u. Oh my god. Wat vind je ervan? Ik zou wel kunnen winnen. Ja. Waanzinnig, hè? Niet normaal. Voilà. Oh my god. Ik denk dat wij een happy customer hebben. Echt zalig. Zeer mooie kleur, hè? Ja, echt prachtig. Ik kon niet beter gekozen hebben. Ja. Ik had deze echt niet verwacht dat ze er zo zou uitspringen. Ik ben jullie echt heel erg bedankt voor jullie geweldige werk. En ik ga hier 100% van genieten. Ik weet echt niet wat zeggen. Ik ben echt emotioneel van binnen. Dus aan iedereen van BC Signature, heel erg bedankt. Voor degene dat aan het twijfelen zijn voor hun auto te laten rappen, kom zeker naar hier. Goede kwaliteit, meer moet je niet hebben en vriendelijke mensen.
We zijn hier vanmorgen vroeg toegekomen in Tervuren voor de laatste Curbstone GT Tour van het jaar. En wat een collectie auto's mogen wij hier weer al bestikkeren. We gaan een kleine gridwalk doen. We starten met de Polestars. Polestar 1, er zijn er 4 in totaal. We hebben hier een Evora GT 410, prachtige Lotus. Uiteraard de nodige Porsches. Bentley GT Continentals en Huracans, maar de speciaalste auto's, die staan uiteraard helemaal van voor. We hebben ondertussen ook de Roma in een exclusief kleurtjes. Ferrari en een Porsche Turbo S zien we hier staan. De eerste deelnemer gaat al starten, de Porsche Targa. Een van de exclusiefste wagens hier, de Bugatti Chiron, net voor onze X-Pel boot, want wij zijn natuurlijk aanwezig met onze M4 demowagen met de X-Pel Stealth on top. Alpina is ook goed vertegenwoordigd, met de Alpina Kinder ook nog Alpina SUV en dan de allernieuwste Alpina B3, de Roma in een heel speciaal kleurtje. Dan waanzinnig vette Lamborghini Huracan STO, dikke kleur, grave accentjes. Ja, die auto, dat is gewoon een categorie apart. Check out the wing on the back. De Rolls-Royce Ghost. Als je toch wilt meecruisen vandaag in stijl. Prachtige Lotus en nog een Polestar 1. Polestar zeer goed vertegenwoordigd vandaag. De nieuwe McLaren 720S. En die gaat ons vandaag ook vergezellen. Samen met de allernieuwste Maserati MC20. Die gaat ook de Tour meerijden, dus stay tuned voor een paar rolling shots. En dan de tweede snelste Bugatti, denk ik. De Bugatti Chiron. Nieuwe Porsche GT3 RS en de allernieuwste Continental GT. Wat een collectie. En samen met deze wagens gaan we vandaag een kleine 200 kilometer prachtige banen doen. Dus stay tuned voor knappe beelden. Ja, godverdomme, hè. Ja, fijn, dan hebben ze het om over te zagen. En we zijn vertrokken voor de eerste manche van de laatste GT-tour. We zitten aan boord in de M4 Competition met meer dan 500 pk. We zijn als allerlaatste gestart, dus als Jarno zijn navigatiewerk goed doet, dan lopen we misschien een paar andere deelnemers in. Het is alleszins geen snelheidsrace natuurlijk, het is meer een navigatierace. Dus laten we hopen dat Jarno deze boekje goed kan ontcijferen. Ziet er dat gewoon niet meer vettig zijn onderweg. We'll be right back.
maken. Hoor. Ik heb niet deur. Allee. Als je denkt dat dat niet hard werken is, ik heb geen tour. Nog maar een aardig bomen in deze. Zoals dat wij ik spel op de auto hebben zitten. Het zijn unieke beelden, mensen. Thierry aan het lopen. Dat is uniek. Is dat die Gerno mij niet echt gaat komen halen? Dat is uniek. Ongezien dat er wel wat van is. Ik zal er wel wat aan denken. Heb ik daar morgen gedaan wat wij het beste doen? Zenden. Al auto's beschermd. Denk ik dat we die dat moeilijk tegenhouden. Allee, gewoon even. De camera. We hebben een fantastisch eerste deel achter de rug. We hebben de snelheidsproef op het parcours ook semi goed afgelicht. We hebben toch geen kegel meegenomen. En dan hebben we uiteraard een topstuk gegeten. En nu is het tijd voor deel 2 met onze superpropere auto. Na een fantastische GT-tour, het afleveren van onze giveaway wrap en de schitterende GSWF Spider, is het hier al een stuk leger. En dat betekent ook meteen het einde van de Wraps of the Week van deze week. Volgende week wrappen we die drie toppers in een nieuw kleurtje. Dus vergeet ons niet te volgen en te duwen op het belletje om een melding te krijgen voor de Wraps of the Week van volgende week. Tot wrap!